Opnieuw een volgende aflevering in onze 5 minuutjes filosofie in verband met de proloog van Alzo sprak Zarathustra. We komen nu aan een zinnetje dat ontzettend veel informatie bevat en dat naadloos aansluit bij hetgeen we vorige keer gezien hebben, namelijk twee zaken. Ten eerste dat wijsheid, liefde, vriendschap en alle zinvolle dingen in het leven pas echt tot wasdom kunnen komen op het moment dat ze gedeeld worden met anderen. En een tweede heel belangrijke zaak is dat die wijsheid die je dan gaat delen met de anderen, dat die niet mag leiden tot een vorm van frustratie omwille van niet-erkenning. Er moet een bepaalde vreugde zijn in de wijsheid op zich. Een letterlijke filosofie. Philo, de vriend van de wijsheid, filosofie. Laat ik nu even verder lezen naar een zeer mooie zin met die heel wat informatie bevat. Dus, om die wijsheid te kunnen delen, zegt Zarathustra, daartoe moet ik afdalen naar de diepte. Zoals u s'avonds doet wanneer u ondergaat achter de zee, om ook nog licht te brengen aan de onderwereld, o overvloedige ster. Dus de ster, de zon, gaat s'avonds achter de horizon, versta toekomst, horizon, onder, om dan de dag nadien opnieuw op te komen en terug te schijnen over iedereen en over de wereld. Er zit dus al een cirkelvormige beweging in. Nu, die cirkelvormige beweging in de filosofie van Nietzsche is uitermate belangrijk, omdat Nietzsche werkt in zijn filosofie met twee soorten van tijdsbeleving, een lineaire tijdsbeleving, verleden, heden, toekomst, maar ook een circulaire tijdsbeleving die vooral bekend staat onder de gedachte van de eeuwige terugkeer. Nu, ik zal een aparte video wijden aan wat die gedachte van de eeuwige terugkeer betekent, maar het komt erop neer dat je zodanig het leven wenst te beamen, dat je het moment dat je nu hebt, en zelfs als het een negatief moment, zelfs bereid zou zijn om dat een ontelbaar keren te herbeleven, gewoonweg omwille van de liefde voor dat leven. Dus die ontelbare herbeleving van dat moment is natuurlijk een cirkelvorm, en die cirkelvorm vind je al terug in de beweging van de ster of van de zon. Wat is natuurlijk zeer belangrijk, is dat die zon niet continu schijnt. Met andere woorden, er gaat een moment van ondergang zijn. En die ondergang is een neerwaartse beweging. En herinner u een van de eerste filmpjes dat ik u gezegd heb, dat het decor ontzettend belangrijk is in dit verhaal. Het ondergaan van de zon kan natuurlijk ook wijzen op het ondergaan van een mens. Dan in de negatieve zin, het ten gronde gaan van iemand. Nietzsche zal in heel wat werken dat ten gronde gaan thematiseren, dat behoort tot het leven. Een ontelbare keer struikelen, opnieuw moeten beginnen, soms met de moed ter wanhoop proberen verder te bouwen, struikelen, weer vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan, het hoort tot het leven. Toon Hermans heeft ooit een keer verteld in een one-man show, als je zo leeft, of zo leeft, dan heb je geen leven. Het leven is dit. Een op- en neergaande beweging, ook op zich een idee dat je kan terugvinden in het Bijbelse denken. Nu, Zarathustra realiseert zich natuurlijk onmiddellijk dat zelfs op het moment dat die wijsheid bij hem aanwezig is en hij in staat is om die te delen met anderen, dat hij die frustraties nooit uit de weg zal kunnen gaan. Hij zal effectief moeten ondergaan, net zoals alle andere aspecten in de natuur, zoals andere mensen, zoals dieren, maar zelfs ook die ster, die zal op een bepaald moment moeten ondergaan. En dan pas zal die ten volle kunnen schijnen. Het behoort tot het leven. Ik lees verder wat hij zegt. Ik moet, zegt Zarathustra, net zoals u ondergaan, zoals de mens het noemen naar wie ik wil afdalen. Dus zegen mij, o rustig oog, dat zonder jaloezie zelfs een te groot geluk kan aanzien. Die laatste zin is interessant ook, omwille van het feit dat hier duidelijk religieuze taal wordt gebruikt. En er is in de literatuur over Nietzsche heel veel discussie of dit boek, of het hele Zarathustra-verhaal, een soort van nieuwe poging is tot het stichten van een nieuwe religie. Nu, Nietzsche is in Ecce Homo daar zeer duidelijk in. Ecce Homo, een soort van autobiografie die hij geschreven heeft, zeer merkwaardig boek. Hij is daar zeer duidelijk in. Hij zegt, ik wil niet als een religiestichter door het leven gaan. Ik wil niet aanzien worden als iemand die een nieuwe religie sticht. Maar hij neemt niet weg dat de Zarathustra natuurlijk overstroomt van religieuze taal. Als daar staat, zegen mij, dan kan je dat niet ontkennen dat het religieuze taal is.
Natuurlijk moeten we even stilstaan bij wat de betekenis is van het woord zegenen. In het Latijn benedicere, dus mooi spreken, goed spreken over iemand. Iets goed uitspreken, iets goed toewensen, dat zit daar allemaal in. En dus op het ogenblik dat Zarathustra de zegen vraagt van God, in zijn geval gaat het natuurlijk over de grote ster, versta de natuur, niet de christelijke God, uiteraard. Dan betekent dat hij het toch wel graag heeft dat er een bepaalde positieve kracht wordt uitgesproken, een bepaalde positief toekomstbeeld wordt uitgesproken over de missie die hij wenst te vervullen.